De Sloperhamer doet momenteel zijn werk bij een voormalig café Het Hugske in Beeken-Donk. De zaal en de keuken zijn verdwenen, maar het cafégedeelte blijft overeind. Hier worden 3 woningen gerealiseerd. In december 2018 sloten Kobi en Jos van der Kamp de deuren van het café na 30 jaar horeca. Anderhalf jaar later wijzen zowel binnen als buiten weinig meer op de historie van de kroeg. Burgtbouw uit Deurne gaat de ruimte achter het pand ontwikkelen.